Is geschorst, de schouderden. Moehoe en Ndoye, die zitten op de Remchuk. Die zit zelfs niet op de bank. Remchuk, Koning, gaat hij ook mee oprukken? Is dit een fout? Nee. Oordeelt Verbomen. Het leek me ook net iets te licht om daarvoor te fluiten. Goeie ren van Jacques Fedadze. Daar is Agen, daar is Jacques Fedadze. Gaat hij het afmaken? De redding is er van de Wolf. Maar wat een actie voor deze man. Fedadze. Na een kwartier voetballen komt hij heel dicht bij de 0-1. Maar de Wolf een gevaarlijke manier kunnen verlengen. Is het maar de vraag hoe fit hij nog is. Of hij nog kan geraken. Hier Adriano met de voorzet. Geen kwaaie bal. Op een 3. Dan twijfelt hij even. Een tikje van Persona. Dit was goed werk van Eupen. Van Adriano op een 3. Een goede tik van Moussona. Met versnelling. Jacques Fedadze met de tackle. En kwam te laat. Koné. De voorzet. Peters. Een schijnbeweging. Goede bal op Adriano. Legt hem terug. En dan is daar de goal van Prevjak. En dan is dit een uitstekende aanval van Eupen. En spelen we 35 minuten. En is het de thuisploeg die op voorsprong komt via Prevjak. Die gezien hebben van Eupen. Terwijl in de laatste minuten wat meer leek door te komen. Dat wordt bekroond met dit doelpunt. Peters, Adriano. En dan is daar het doelpunt van Smiley Prevjak. En dan staat het 1-0 voor Eupen. De versnelling. Dat zeker niet slecht. Eén keer een wat mindere pas, maar dit is goed werk. Daar is Eupen, daar is een 3. Daar is gelukkig voor Agent niet het tweede doelpunt. Op Davy Roef, een minuut of twee. Ja, dat openingsdoelpunt. Persona heeft dat toch niet helemaal begrepen. Hier komt die bal als een goeie en dan gaat hij erin. En dan staat het 2 tegen 0. En is daar het doelpunt van Jens Kools. Die bal kan binnenkoppen. Daar waren ze nog aan het roepen. Bijna 8 minuten ver in deze tweede helft. En het is Roef die erbij staat. En naar kijkt, maar vooral te laat komt. De bal zit binnen vallen. Met het hoofd van Kools. Een 3 is er voorbij. Een 3 met de poging. En Roef met toch wat moeite om Eupen wat naar achteren. Toch wel opletten. Ja, dit soort goed meegenomen door Jacques Fedadze. 1 tegen 1. Dat kan niet. Nog Jacques Fedadze krijgt de bal voor. Weggetrapt door Poulin. Maar Agent moet toch wat aan het aandringen. Kums! En de goal. Is er van Sven Kums. Het is een stevige trap van de captain. Daar zit Agent. De bal echt opeist. Kom, kamperen. Op de helft van Eupen. En dan krijgen we hier de aansluitingstreffer van Kums. Wordt weer de Wolf. Dan ziet de bal komen. Kan daar. Dan zijn ze vooral wel de balbezit daar op de helft van Eupen. Dat is toch wachten op grote kansen. Nu misschien. Dan is er eentje geveld. Wat doet Verbomen. Wat duur, wat trekwerk. Uiteindelijk is daar Gadeu met de reactie. De rode kaart is terecht. Punt aan de lijn. Dylan Mbayo. Hier even kijken, de bal van Kums. Mbayo probeer ik tussen. Een mystische poging. Hier is Art van Lazic en de save. En ook de tweede poging gaat er niet in. Save van de Wolf en Kleindienst. Mislukte poging van Bayo. Leek A-agent erop erover te gaan walsen. Dat was dus niet het geval. Vrije trap nu. De save van Davy Roef. Goeie bal. Is het van Peters. Dat ook lang niet slecht. Klemt hem. Wel eens een moment gehad waarin ze de bal opeiste. Waarin ze wat kansjes bij elkaar voetbalden. Maar ook niet meer dan dat, want ze verliezen hier met 2-1 van Eupen. Kijk naar de ontlading bij deze San José.
De dubbele gebalde vuist.